Die stond zeg maar de muur op. Goedemorgen, ik ben even heel snel alles aan het aantrekken. Mijn jas. Ta-ta-ta, mijn nieuwe jas die ik voor het eerst aan kan gaan doen. Ha-ha. Ik heb zo'n tour, dus ik ga nu snel ontbijten. En dan zie ik jullie gewoon weer in de kamer, want ik moet echt opschieten. Ontbijt zit er gevoeld, ze moeten even gaan wachten. Het is zo irritant, dat hebben we ook geen tijd echt om te wachten. Maar goed, het is niet anders. Ik ben net terug van het ontbijt, ik zal jullie even laten zien wat ik aan heb vandaag. Mijn jas is van Sandro, mijn t-shirt is van H&M. Mijn broek ook, en mijn schoenen zijn van Alexander, mijn koeien. Ik heb natuurlijk heel weinig meegenomen dat ik hier redelijk kort ben. Dus vandaar dat ik steeds dezelfde broek aan heb en dezelfde schoenen. Dus zodat jullie dat weten. Goedemorgen, Shane. Yo! En we gaan nu sightseeing doen. Nou, de auto is klaar en we gaan nu de stad verkennen. Dit zijn allemaal kogelgaten. En dit schilderij, of zeg maar, dit standbeeld is verbrand en daarom is hij ook zwart. Ik ben nu bij een van de laatste stukken van de Berlijnse muur. Ik vind het wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen hoor. En het werd me dus net verteld dat deze muur precies hoog genoeg is dat je zeg maar er zelf niet overheen kan komen zonder iets nodig te hebben. Dus als je een ladder hebt, kom je natuurlijk wel overheen, maar je kan er zeg maar niet in je eentje hier overheen. Hij is precies zo hoog gemaakt dat het niet kan. Heel indrukwekkend. Deze stenen, hier stond zeg maar de muur op. Die loopt de Hulmenlijn. Ik ben even gaan zitten en ik zit nu even te chillen, een beetje op mijn telefoon. We gaan zo weer verder. Ik vind het wel heel interessant tot nu toe. Alleen moet ik wel zeggen dat, omdat het zoveel is, dat het heel moeilijk te begrijpen is, zeg maar. Wel leuk om te zeggen, dat hotel hiervoor waar ik nu op inzoom, dat is zeg maar het hotel waar Michael Jackson zijn baby uit het raam hield. Vind je het leuk, Shane? Ja. Ja? Niet saai. Goed zo. Wel saai. Wel saai. Maar wel interessant. Wel interessant. Ja, dat vind ik ook. Zo, dat was de tour. En dan gaan we nu lekker het grootste winkelcentrum van Berlijn. Even gaan kijken of ik nog wat van wat kleding kan vinden. Ik moet even een paar rondjes lopen door het winkelcentrum. Maar ik heb best wel trek gekregen. Dus we gaan even kijken waar we iets gaan eten. Ik weet niet waar. Het ziet er best leuk uit hier. En nu ga ik lekker chillen. Ik ga lekker slapen zo, want ik ben best wel moe. Ik ga nog even snel een video editen. En dan ga ik morgen weer terug. Ik heb trouwens echt geen zin om terug te gaan. Aangezien ik ook 5 uur lang in een auto moet gaan zitten. Maar ja, is niet anders. Maakt verder ook geen fuck uit. Ik heb leuke spullen gekocht en een leuke paar dagen gehad. En dan kan ik morgen beginnen aan de terugreis. Ik hoop dat jullie deze video erg leuk vonden. Ik vond het weer heel erg leuk om een filmpje voor jullie te maken. Ik hoop dat jullie even een blauw duimpje voor mij omhoog doen. En uiteraard niet vergeten te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen. Later!